One time, yeah, two time. Goedemorgen jongens, goedemorgen Nino. Het is eigenlijk al middag, maar ik heb gisteren na de old school brunch bij Kisha geslapen. Want vandaag ben ik Nino's oppas. Vanavond gaan Kisha en ik naar Sculpt. We hebben dus via ClassPass een free trial van een maand. En daarbij kan je dus bij alle aangesloten sportscholen kan je allemaal lesjes volgen. Dus vandaag ga ik voor het eerst. We gaan dus naar Sculpt. En ik heb geen idee wat ik ervan moet verwachten. Het is bij Studio 191. Low cardio, high toning Sculpt class lasts for 15 minutes with 3 sections. Arms, ass en abs. Oké, ja, ik ben benieuwd. Ik heb nog meer dingen gereserveerd. Een Pilates reformer les voor aanstaande vrijdag. Dus ik ben super benieuwd. Heel veel zin in. Ga ik eindelijk een keertje Pilates doen, want ik wil het al zo lang een keer proberen. Toch, Nino? Ja, dus dat is hoe mijn dag er vandaag uitziet. Ik maak vandaag kip tandoori bij Kisha. Gisteren was de brunch hartstikke gezellig. Het was echt weer een goede editie. Dit keer was het dus in Panama. Nou, ik vond het wel de minst leuke locatie. Ik ben dus in Super geweest en ook in W. En die vond ik wel leuker. Ja, gewoon wat meer sfeer of zo op die locatie. Morning guys, ik ben aangekleed, klaargemaakt, gedoucht en wel. Ik heb dit heerlijke sportsetje aan van Glow Mode. Dit is een van de setjes waarin ik laatst die haul heb gefilmd, die ik trouwens op TikTok ga uploaden. Chelsea is back in town, dus we hebben afgesproken om even te gaan lunchen en samen de stad in te gaan, want ik moest nog wat dingetjes hebben voor komend weekend. Dus dat gaan wij gezellig samen doen. Later vandaag moet ik sporten en daarna gaan Ines en ik bij Kisha chillen. Enjoy, first time. Goedenavond guys, ik ben weer thuis. Ik heb eigenlijk ontzettend weinig gefilmd vandaag. Maar zoals ik al aan het begin zei, ik ben naar de stad geweest met Chelsea. Ik heb wat aankoopjes gedaan. We hebben lekker gegeten bij Lila. Daarna heb ik gesport en ben ik naar Kisha toe gegaan. Ik ga jullie even laten zien wat ik vandaag allemaal heb gehaald in de stad. Dit is mijn sporttas. Waar niks in zit wat ik heb gekocht. We gaan beginnen bij het feit dat Shanice dit weekend haar verjaardag viert met ons. Ze is natuurlijk net verhuisd. Dus we hebben besloten om allemaal verschillende cadeautjes te gaan geven. En die in een mand te doen. En dus heeft iedereen wat gehaald. Ik heb onder andere deurstokjes voor haar gehaald. De ene waar ik in de vorige video over vertelde van de kruidvat. Die super lekker zijn en heel lang meegaan. Dit is de Black Amber en Ginger Lily. Dan heb ik verschillende kaarsen. Cashmere Suede. Ook gelukkig allemaal best wel neutrale kleuren. En het ziet er best wel, nou ja, chic niet per se. Maar gewoon, ja, gewoon goed uit. Vanilla Spice. En White Musk en Warm Vanilla. Dan, ik heb Violet en Sandalwood ook voor Sean gekocht. En nog één Black Amber Ginger Lily. Dus die heeft ze dan twee keer. Dit moet ik allemaal even apart houden, want dat moet morgen of overmorgen de mand in. Dat was dat. Dan hebben we ook nog voor Sean een nieuw pair of her all-time favorite shoes. Dit zijn de Crocs in een nude kleur met een plateausool. Ze heeft deze dus al, zag ik tot mijn grote schrik vandaag. Maar met voering, dus echt thank god dat we hem zonder hebben gedaan. Ik dacht al, ja, het warme weer komt er straks aan, dus no need for a little fur inside. Deze hebben we dus ook voor Sean. Dan, aangezien we toch helemaal in de Chinese vibe zitten. Haar, we hebben namelijk een game night bij haar en de dresscode is satin PJ of in ieder geval pyjama. Dit is dus zo'n satijnen broek met bloemen. De meid komt terug uit Bali, dus ik dacht we blijven even in de vrolijke kleuren en sferen. En sorry, maar dit is gewoon dit setje. Ik vind het echt prachtig. Dan heb ik voor mezelf ook een nieuwe pyjama. Ik hou niet zo van satijnen pyjama's, want ik krijg het nogal snel warm. En we gaan ook de hele tijd in de weer zijn. Dus ja, ik ben voor een soort van katoenen stofje gegaan. Deze roze met witte strepen en ook een lange broek erbij. Dan heb ik, ik kon het gewoon niet laten. En ze waren afgeprijsd. Sorry, maar ja, ik heb toch weer een nieuw paar slippers slash sloffen.
Ik ben echt zo blij hiermee. Ik denk dat ik een sloffenverslaving heb. Ze zijn zo lekker zacht, maar hij heeft ook gewoon een harde sol. Dus je kan er ook eventueel mee naar buiten. Nou, twee vliegen in één klap. Echt blijer kan je mij niet maken. Dus, dat was dat. Dan is mijn nichtje dit weekend jarig. En heb ik ook voor haar deze krokjes gehaald. En ze hebben dus... Oh, ik dacht dat ze glitters hadden. Maar dat hebben ze niet. Ze zijn beige met een beetje blauw. En we hebben dus Peppa Pig en een eenhoorn. En die geeft licht. Nou, dit is toch enig. Dan heb ik als extraatje nog, want ik zag die en ik vond het toch een partij schattig. Dit roze trainingspakje. Dit is toch te lief. Echt, ik kan het niet aan. Ik kan het niet aan. Dan, even kijken, what's next? Dan heb ik 4 gin tonic glazen gehaald bij de Dirk 3 voor maar 5 euro. Dan heb ik van Kruidvat de Make Me Last Refreshing Prime en Setting Spray Moisturizing Ultra Fine Mist. Nou, ik had deze op TikTok gezien en hij was nergens meer te krijgen. Dus ik denk dat dat veel goeds belooft en dat hij dus goed is en ik had een nieuwe nodig. Dan heb ik van W7 Finishing Powder. Ik had dus een tijdje geleden eentje bij... Ik weet even niet meer waar besteld. Boozy Shop volgens mij. En ik ben daar niet blij mee. Dus ik had een nieuwe nodig. Dan heb ik ook van... Wat is dit eigenlijk? Profusion Cosmetics. Een liquid blush. Soft matte liquid blush. Mai Tai. Ik weet niet of dat de kleur is. Ik heb dit bij het normaal gekocht trouwens. En de Kruidvat spray natuurlijk bij de Kruidvat. En ik heb van W7... Toch? Ja, van W7 of W7. Heb ik een mega matte lips. Het is dus een gloss die mat wordt en hij is bruin en hij is heel erg mooi. Althans, de swatch op mijn hand was heel erg mooi. Dan heeft Marie mij op pad gestuurd om Milka chocola met aardbei te halen. Dus dat heb ik ook gedaan. Ik had er alleen iets te weinig gehaald. Ik had geen idee hoeveel ze er wilde hebben. Dus ik dacht, ik doe er maar gewoon 2. Ik weet niet wat ze van plan is. Maar ze wilde er dus heel graag meer hebben, arm kind. Dat was de shoplog. Een hele goede morgen. Jullie favoriete Jordy is ontwaakt, gedoucht, aangekleed. Ik heb dit heerlijke setje aan van Glow Mode. Dezelfde die ik gisteren aan had, heb ik gisteren gefilmd. Nou ja, ik heb het in ieder geval in de vlog al aangehad. Ik heb mijn Stanley... Wow. Ik heb mijn Stanley Dupe bij me om ervoor te zorgen dat ik genoeg water drink. Ik heb zometeen een meeting via de telefoon. Een soort van review over de shoot is gegaan die ik vorige keer had. Wat ik jullie heb laten zien. Gisteren zijn de eerste beelden van mij online gekomen. Dus ja, we gaan even bespreken hoe die zijn opgevangen, et cetera. En vanavond ga ik voor het eerst Pilates doen, jongens. Ik ben er eindelijk aan geloven. Ik heb er heel veel zin in. Ik ga met Ines en geloof alleen met Ines. We gaan naar PLTS in Zuid. Dus ik heb alvast mijn sportkleding gewoon aan. Mijn Pilates sokjes liggen ook klaar. En verder ben ik gewoon thuis. Ik ga lekker de was opvouwen. Ik ga deze zooi hier van alles wat ik dus heb gekocht gisteren en de afgelopen dagen even opruimen. And that's about it for today. Nou jongens, Pilates zit erop. Ik ben helemaal aan het hijgen omdat ik moest terugrennen. Want het was mijn sleutel. Ik was mijn cup vergeten. Het was erg zwaar. Maar ik heb van Ines vernomen dat de vorige keer dat zij ging, dat was bij een andere locatie, dat die wat zwaarder was. Dus ja, ik heb eigenlijk niet per se de full experience gehad. Want ik moet zeggen, aan het begin ging ik echt kapot. Maar daarna was het best wel vol te houden. Maar goed, al met al was het wel heel leuk. Goedemiddag guys. Zoals jullie zien ben ik helemaal klaargemaakt en ready om de deur uit te gaan. Vandaag vieren we de verjaardag van mijn nichtje Nayeli. En vanavond is Shanice haar game night bij haar nieuwe huis. Alles moet mee, de cadeautjes voor zowel Shanice, voor Nayeli. Ik slaap vanavond ook bij Shanice, want morgen vieren we het nog een keer met een pancake sundae. Ik heb mijn make-up vandaag gedaan met de nieuwe liquid blush die ik had gekocht en de lipgloss, de matte lipgloss. En nu zit ik te kijken en denk ik, wil ik het een glossy look maken of niet? En eigenlijk vind ik het wel mooi zo, maar aan de andere kant denk ik, ja, misschien maakt dit het wel mooier. So I don't know, ik denk dat ik het gewoon ga proberen. En als ik het dan niet mooi vind, dan wacht ik gewoon, dan trek dit natuurlijk straks weer in. En dan gebruik ik alleen die matte. Ik zie trouwens dat mijn haar
weer een stuk roder is dan mijn extensions. Het ziet er niet heel erg goed uit. Ik ga de deur uit en ik neem jullie gezellig mee. Guys, look what we got! Batra heeft ons special edition mini flesjes gegeven. Echt, hoe leuk zijn deze? We hebben er 6 en dan heb je ook nog deze normale versie. So sweet, thank you. Oh, je hoofd. Ja, 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 ja. Mag ik schreeuwen? Waarom is dat niks erbij, joh? Just checking. This is Janice, de look van de dag. Oh, Diana neemt het over. Misschien moeten we dit ook aanzetten. Woensdag. One time.